hartstikke leuk. De dag is super. We genieten er allemaal van. Drank en nu een lekkere lunch. Dus en gezellige duivenlieden hebben ze om ons heen. Met allemaal hetzelfde doel. De duivensport bedrijven en op een goed niveau ophalen. Ja. Wat ik het leukst vind aan deze dag is toch wel de filmpjes tussendoor. Iedere keer dan word je toch verrast door de liefhebbers die dan eerste zijn geworden. Ik vind dat Falco echt prachtige filmpjes gemaakt heeft. En soms kan je ook echt, net als bijvoorbeeld bij, ik noem maar een voorbeeld, bij het filmpje van Huisman. Die man die straalt die passie uit, ja, vind ik prachtig. En daar raakt je als duivenmelker. En ja, daar moeten we zeker mee door blijven gaan. Wat ik persoonlijk iets minder vind is dat het toch een hele dagindeling is. Ik zou een halve dag ook lang genoeg vinden. Maar dat is voor mij persoonlijk. Een bijzonder jaar, daar hebben we allebei al over gehad natuurlijk. Mijn vader is ontvallen. Dat was natuurlijk een echt dieptepunt in de duivensport en ook in mijn leven. Maar ja, dit als kerst op de taart in de duivensport, ja, daar hebben we lang over gedroomd. En nooit verwacht dat ik dit zou bereiken. Maar het jaar was bijzonder goed en dit is dan de kerst, uiteraard. Ja. Wie heeft ze beter, de best of de best? Die gaat met ingang van volgend jaar samenwerken met de NPO. Samenwerken met de NPO vervult eigenlijk een lang gekoesterde wens van wie heeft ze beter, de best of de best. En dat is om te komen tot de onbetwiste nationale competitie om de beste duiven en de beste liefhebbers van Nederland aan te wijzen. De wereld om ons heen verandert, dat is ook zo in de duivensport. Je ziet steeds meer internationalisering. We zullen ons als Nederlandse duivensport met name daarin ook moeten profileren. En wij zien samenwerking vanuit Wie is er beter, de best of de best met de NPO als een goede invulling om de Nederlandse duivensport ten dienste van de Nederlandse liefhebbers goed op de kaart te zetten. Dit is een duif. Voor mij is het een Barcelona. Ja, Barcelona. De Selena, eerste getekende. Een jonge duif die goed wegtrekt, goed gezond is. Die kan makkelijk één keer 200 kilometer of een sprong van 100 naar 400 kilometer. Een duif moet zelf kunnen kiezen wat hij nodig heeft. Dus ik wil dat er alles in zit. Hij mag geen tekorten hebben. Het ventilatiesysteem staat eigenlijk uit twee onderdelen. Twee ventilatiesystemen in één. Ik heb een ontzettend hekel aan antibioticum, dus ik wil het liefst helemaal geen antibiotica gebruiken. Als je kijkt vanaf 2014, elk jaar binnen de top 10. En vaak twee duiven in de top 10. En dat op de verste afstand. Dat is toch gewoon heel bizar. Ja, nog één. Het is een kleinzoon van Silke.